De katholieke kerk is een criminele organisatie. Dat vindt althans advocaat Jan Bonen. Hij wil de kerk in zijn geheel laten verbieden vanwege de vele kindermisbruiksschandalen door priesters en andere religieuzen. Nu de paus zelf ook jarenlang geweten zou moeten hebben van misbruik in zijn organisatie, is ook hij schuldig, zegt Bonen. En hij is bij mij aangeschoven. Goedemiddag, meneer Bonen. Dag. Jarenlang bent u al bezig om mensen wakker te schudden waar het gaat om de handelswijze van de katholieke kerk. Heeft u in ieder geval het gevoel dat het de goede kant op gaat? Ik heb niet het gevoel dat het de goede kant op gaat. Baudard heeft laatst nog weer gezegd dat hij bang is dat er nog vele gevallen zullen volgen. En doet dan alsof dat heel te verwachten is. En eigenlijk ook wel redelijk dat je dat verwacht. Uiteindelijk had er natuurlijk al lang iets moeten gebeuren. In 2011 en 2012 naar de commissie Deetman. Ja, toen een belangrijke commissie geweest. Toen leek dat wel 2000. Is er een grote gevallen. Zaak met geld gekomen en hebben mensen heel veel geld gehad. En toen was de zaak weer voorbij. Ja, dat is ook wat bisschop Eijk zegt. Die zegt, ja, het is helemaal uitgezocht. We weten hoeveel gevallen het waren van mensen die zich althans gemeld hebben. Zo'n 2000. Dat hebben we gecompenseerd en dat hebben we adequaat afgehandeld. Zo zei hij dat. Ja. Maar mijn bezwaar is dat je een pedofiel in Nederland 4 jaar gevangenisstraf krijgt en dan nergens meer kan wonen omdat hij dan wordt uitgekotst. En iedere gemiddelde pastoor en priester die dit doet, die wordt dan overgeplaatst naar een ander dorp en gaat dan rustig verder zonder dat hij gestraft kan worden. En het is bijna onmogelijk om deze mensen te vervolgen, omdat de kerk ze met hand en tand eigenlijk beschermt. En de rechter ook eigenlijk bijna nooit, echt zeg maar nooit, aan te pas komt in de zin van een strafrecht, dat er een straf volgt op dit misbruik. Ja, dat heeft u wel eerder geprobeerd, hè, in 2010, van het kijken van hoe ver u komt. Denkt u dat inmiddels de tijd daar niet veel rijper voor is? Toen opnieuw bleek dat er met name in Amerika weer een enorme hoeveelheden gevallen duidelijk werden dat die er waren. Ja, heel onlangs nog. Ja, al heel onlangs. Toen schrok ik er toch weer van. Ik dacht, er is eigenlijk helemaal niks verbeterd, ook niks veranderd. We praten nog niet eens over Zuid-Afrika, waar het katholieke geloof wijdverbreid is en pastoors en priesters rondlopen, waarvan gewoon vermoed moet worden dat ze precies hetzelfde doen. Aan de orde is natuurlijk ook zo'n vraag van dat celibaat, hè, of dat niet een grote invloed heeft op het merkwaardig gedrag van mannen. Als je alle mannen bij elkaar zet, omdat je dan denkt dat ze niet hoeven te mogen trouwen zelfs, dan gaat de wijze waarop je met elkaar de liefde bedrijft natuurlijk de verkeerde kant op, in mijn ogen. En als je dan ook nog schooltjes opricht om die kinderen te onderwijzen om ze vervolgens te misbruiken, dan is er iets heel, heel ergs aan de hand. En dat is hier aan de orde. Is dit niet iets uit het verleden? Want dat is wat de paus zegt, hè? Die heeft ook een brief rondgestuurd van we hadden inderdaad, dat is wel erkend, een doofpotcultuur. Maar nu is zero tolerance. We gaan ook niemand meer de hand boven het hoofd houden. We gaan ons leven beteren. Gelooft u daarin? Ik hoor u het zeggen, waar haalt u deze prachtige idee vandaan? Nou, ik heb het blad Maria eens even gelezen, de katholieken. Oh. En die zeggen dat de paus een brief zou hebben gestuurd met zero tolerance. Ja, ja. En is dat niet waar? Nou, er is in 62 een brief gestuurd dat niemand erover mocht praten. Ja, ook dat is bekend. Dat je zelfs geëxcommuniceerd kon worden als je het waagde om over dit misbruik te praten. Als hij nu een brief schrijft dat het zero tolerance is, wat bedoelt hij dan? Dat hij dan aangifte gaat doen van ieder geval? Dat in mijn ogen is dat de enige oplossing. Elk geval waarin hij, als hoofd van die criminele organisatie, de paus, als hij bij ieder geval dat hij vaststelt dat er is gebeurd, aangifte doet bij de politie, omdat daar dan gewoon een strafvervolging komt en zoals bij andere pedofielen ook een gevangenisstraf volgt, dan ben ik het helemaal met hem eens. Dan doe je zero tolerance. Maar als je een briefje schrijft en je zegt, nou, we vinden nou echt dat het niet meer kan, dat is volstrekt onvoldoende. Werkt u samen met advocaten wereldwijd eigenlijk? Want het speelt overal waar de katholieke kerk zit, helaas. Ik verstond uw vraag niet. Werkt u samen met andere advocaten? Want het speelt wereldwijd, dit misbruik. Op dit moment doe ik dat vrijwel alleen. Dus ik krijg wel veel steun van advocaten. Maar ja, het is mijn hobby bijna, zou ik zeggen. Ik ben daar zo boos over dat ik daar nu ook een website geopend heb. Straffeloos kindermisbruik. Die website is gisteren geopend en ik hoop dat heel veel mensen mij volgen.
Aangezien er geen platform is waar die mensen vervolgd kunnen worden. Het strafhof in Den Haag is niet mogelijk. De Verenigde Naties, waar ze ook lid van zijn, is niet mogelijk. Er is gewoon geen platform waar je die mensen kan vervolgen. De kerk is zo machtig dat eigenlijk al die mensen onschendbaar zijn geworden. En dat kan naar mijn oordeel onmogelijk in een democratie. Eigenlijk kan überhaupt niet dat mensen dit straffeloos kunnen doen. En ze doen het straffeloos. Maar is het een feit dat zij onschendbaar zijn? Of lijkt het zo omdat er tot nu toe niemand veroordeeld is? Er zijn geen wegen. Ik heb dat uitvoerig bestudeerd. Er is geen platform te bedenken waar je die mensen die dit doen ook werkelijk bij de burgerrechter kan krijgen. En waar ze een straf krijgen zoals een gemiddelde elke pedofiel die betrapt wordt, veroordeeld wordt. Ja. Er is geen platform. Wat heeft u doen besluiten om die website te openen als u al zo lang bezig was? Wat maakt dat u denkt, ik ga een extra poging doen om mensen bij elkaar te krijgen die hetzelfde willen als ik? Dat is een beetje een noodgreep, moet ik toegeven, omdat ik ook niet goed wist wat ik hiermee aan moest. Maar aan de andere kant, als je, begrijp ik, want ik ben niet zo vreselijk goed in die dingen, maar als je, laten we zeggen, een heleboel volgers krijgt, heet dat, stel eens een miljoen, dan wordt het heel moeilijk om te negeren dat er iets aan de hand is. En als dat leidt tot opheffing van die kerk, dan heb ik mijn doel bereikt. Want ik vind dat je die kerk moet opheffen. Maar niemand in Nederland denkt volgens mij dat er niks aan de hand was. Hè? Maar wel dat het misschien in het verleden vooral plaatsvond en dat ze hun leven hebben gebeterd. Maar dat laatste, dat gelooft u niet? Dat is dus niet zo. Bodaar heeft in 2011 uitvoerig uitgelegd dat destijds, 1985 zo, hè, de tijd was anders, de tijdgeest was anders. Ja. Er zou meer tolerantie zijn voor dit soort. En daardoor kon je toch eigenlijk niet meer vergelijken met het misbruik van nu. Ik heb heel expliciet gezegd, en dat zal ik hier weer doen. Het probleem is dat het zo'n zeer doet aan de kont. Dat is wat dat jochie zei. En dat is de essentie van dat misbruik. En als je daar alsmaar over praat als, ja, maar de tijden was anders en dit en dat, dan blijft datzelfde kind nog steeds of datzelfde meisje of datzelfde jongetje, dan blijft nog steeds slachtoffer van dat misbruik en van die pijn. En als je ziet hoeveel brieven ik heb gehad van mensen die wiens leven verwoest is, echt gewoon verwoest door dat misbruik, dan kan ik me nog iedere keer woedend overmaken. En nou, dat motiveert mij. Van de daders leeft een heel groot aantal niet. Zou het werkelijk helpen bij de cliënten als het nu een criminele organisatie zou heten? Zou dat een troost zijn? Als je vaststelt, als een burgerrechter vaststelt dat hij te maken heeft met een criminele organisatie, dan is die organisatie strafbaar en zijn de leden strafbaar. En dat staat in artikel 140 van het wetboek van strafrecht. En dat is een wereldwijd artikel wat in bijna alle landen waar wetgeving heerst ook de gedachte is. Criminele organisatie. Laat ik zeggen dat ik bijvoorbeeld de maffia een kindervereniging vind vergeleken bij die kerk. De maffia verkracht gingen kinderen van 8 en 9 jaar. Laat ze maar een beetje in kook handelen. Dat mag ook allemaal niet. Maar dat is nog steeds niet het verkrachten van kinderen. En dat doet die maffia niet. Dus die kerk is een aanmerkelijk griezeliger organisatie dan de gemiddelde maffia. En dat men doet alsof die maffia zo risicovol is. Die kerk is een veel groter risico. Een voorbeeld waaruit blijkt dat de katholieke kerk in Nederland wel degelijk zich ervan gewist dat er heel veel gevoeligheden liggen. Komende maand is er een jongerensynode in het Vaticaan. En daarvan zegt de jongere bisschop van Nederland, Rob Mutsaert, nou, ik ga daar niet heen. Ik vind dat op dit moment ik ga daar niet heen. Ik vind dat niet gepast. Er zou een bisschoppensynode van hoe leven de bisschoppen moeten komen en niet hoe zouden jongeren zich moeten gedragen in het leven. Is dat niet een positief signaal? Er is maar één positief signaal denkbaar, dat je gewoon geen lid meer wil zijn van deze criminele organisatie. Of je nou bisschop bent, of paus, of wat kanunik heette die mensen ook. Je moet geen lid willen zijn van deze criminele organisatie. En dan pas houdt het op. Goed, u heeft dus sinds kort een website. Is dat bedoeld voor mensen die lid waren van de katholieke kerk en zich al hebben uitgeschreven? Of zijn het alleen de mensen die... Iedereen die met mij eens is dat dit niet kan. En ik probeer het Engels, Nederlands en het Spaans te doen. Iedereen die met mij eens is dat dit niet kan, hoop ik dat die wil
volgen en zeggen, dit kan niet. Ik wil u hartelijk danken, advocaat Jan Bonen.